Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met één gast en dat is Twan Schinkel. Hij is de bestuurder van het Lingencollege, zo zeg ik het goed, Twan. Dat klopt, helemaal terecht, sinds een maand inmiddels. Je bent de opvolger van de heer Ronner. Dat betekent dat jij daar de scepter voortaan gaat zwaaien op het Lingencollege. Mag ik het zo omschrijven? Zo mag je het omschrijven en ik zeg er altijd bij mag. Want het is zeg maar bij de gratie van een aantal andere mensen. Ik mag daar de scepter zwaaien. Ja. Natuurlijk, je doet het met meer mensen. Ja. Wie ben jij? Ja, dat is een lastige vraag. De naam is inmiddels bekend, Twan Schinkel. Ik kom uit Wageningen. Daar woon ik met mijn gezin inmiddels 9 jaar. Maar ik hoor een Brabantse tong van. Ja, zeker, zeker. Geboren en getogen tegen een bos aan. Later verhuisd. Toch niet een Maaskantje, hè? Nee. dat is aan de andere kant van een bos. Ja, okay. Ik ben, als Langstrater geboren en ik ben later naar de Randstad verhuisd. En inmiddels sinds 9 jaar in Wageningen. Ja. Jouw carrière, want school, bestuurder, word je niet zomaar. Nee, het is zeg maar, ik heb een traditie in dat ik niet zo goed wist wat ik wilde worden. En als mijn kinderen nu vragen, pap, wat zal ik later worden en wanneer wist jij het? Dan zeg ik, nou, ik weet nog steeds niet zo goed wat ik wil worden. Maar ik heb wel ontdekt dat ik besturen in onderwijs, dat ik dat wel echt een hele fijne baan vind. En misschien is dat wel mijn droombaan. Want als ik kijk, ik ben actief geweest in de profit en in de non-profit. En als ik dan kijk waar ik echt mijn liefde heb gevonden, is dat in onderwijs. Ik ben bestuurder in het primair onderwijs, in speciaal onderwijs geweest. Eerder in het VO en het MBO. En nu aan deze opdracht voor Lingencollege in het voortgezet onderwijs begonnen. Voor de meeste mensen is het een beetje een ver van bedshow, hè? Een school, leraar. Dat is logisch. Ja. Maar zo'n bestuurder, wat doet hij nou? Ja, volgens mij is dat ook wel de goede volgorde als je hem zo aanduidt. Is dat het gaat uiteindelijk om leerlingen en om docenten in ons geval. Daar gebeurt dit. Dat is de kern van alles. Maar we hebben ook te maken met een aantal zaken die beleidsmatig uitgezet moeten worden. En daar is de bestuurder verantwoordelijk voor. En ik word geacht om die zaken die middellange en lange termijn zijn, om die in beweging te zetten en te houden ook in het belang van Lingencollege. Niks zo dynamisch als onderwijs. Lingencollege, daar gebeurt van alles en is ook wel door de jaren heen van alles gebeurd. Ja. Wat heb je aangetroffen? Nou, wat ik aangetroffen heb is een organisatie die mij welkom geheten heeft op een manier die ik eigenlijk niet zo heel vaak tegenkom. De warmte van het welkom vond ik overweldigend. En had dat te maken zeg maar, met de secretaresse of met de mensen om je heen die zeggen van nou tegen die meneer moet ik aardig doen, want dat is de grote baas? Je dacht ik gooi er nog een keer een cliché in over besturen. Nee, maar dat is, nee, de warmte zat hem eigenlijk in de mate van welkom, de hartelijkheid waarin je welkom geheten wordt. En ongetwijfeld zal het ergens te maken hebben met dat ik de nieuwe bestuurder ben, maar dat is inmiddels voorbij en dat welkom is gebleven. Dus dat, ik voel me heel erg welkom in Tiel. Ik voel me heel erg welkom binnen Lingencollege. En dat vind ik wel, dat is wat ik aangetroffen heb. Naast een organisatie in een gemeente die een aantal ambities heeft die ze willen vormgeven. En daar, in die dossiers val ik middenin. Wat is nou de uitdaging? Ik bedoel, je hebt erop gesolliciteerd. Dus er moet wel iets zitten van, nou, daar kan ik mijn stempel op drukken. En ik denk dat ik dat kan. Ik denk als ik ze, alles wat ik zeg, dat is met de 4 weken die ik erop heb zitten inmiddels, dat ik 2 grote dossiers aan heb getroffen. Dat is de huisvesting van Lingencollege. En het tweede dossier wat ik heb aangetroffen gaat over hoe zijn wij onderdeel van deze Tielse maatschappij en wat doen wij daarin en hoe kunnen wij die betekenis daarin blijven invullen. Je koppelt het al meteen aan elkaar, huisvesting en die rol van het Lingencollege. Ja. Dat is heel slim, want er is nieuwbouw, er staat al een nieuwe MAVO, aan de Heiligenstraat wordt nieuwbouw gepleegd, ja. Maar dan zijn we er nog niet, want de oude LTS zullen we maar zeggen, zo kent iedereen hem in Tiel van de oude stempel. Ja, daar moet ook iets mee en toen kwam er ondanks iets uit de Hoge Hoed, omdat er een onderzoek gaat komen om te kijken of er nieuwbouw kan plaatsvinden en een samenwerking tussen het ROC en het Lingencollege op het voormalige veilingterrein. Ja, dat is, voor ons kwam het ook uit de Hoge Hoed, want er is gesuggereerd dat wij mogelijk de bron waren of Free voor de bron was, maar het bleek toch uit een wat andere bron te komen. Wij onderzoeken inderdaad andere opties, want het gebouw wat jij de oude LTS noemt, dat heet in mijn jargon inmiddels de flat. Mm-hmm. Zo voelt hij ook een beetje als een jaren 70 flat. Nu kun je daar geen onderwijs meer in geven, hè? Vooral niet 2 MBO.
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar wel wat genuanceerder over denk. Want het gebouw aan de buitenkant heeft niet de uitstraling die je zou wensen in dit tijdgevricht. Maar op het moment dat je de voordeur gepasseerd bent, dan kom je wel in een onderwijsomgeving die wel recht doet aan de vraagstukken van kinderen van vandaag. Dus het gebouw heeft onderhoud nodig en het gebouw is door de tand destijds wel echt behoorlijk toegetakeld. Maar het onderwijs wat we geven en de entourage die je aantreft, ja, ik zou je vooral van harte willen uitnodigen om eens binnen te lopen als er onderwijs wordt gegeven. Want dat heeft mij wel echt positief verrast. Zeg je nou dat het gewoon kan blijven staan als er links en rechts maar een likje verf overheen gaat? Ja, dat zou je kunnen zeggen dat ik dat. Je kunt denken dat ik dat zeg, maar dat is niet wat ik zeg. Het gebouw is, het is klimatologisch een drama. Het is op allerlei fronten die we op dit moment belangrijk vinden in de verduurzaming voldoet dit gebouw op geen enkel niveau. Ik heb zelf ook mijn werkplek daar en de stalen kozijnen en de betonnen koude bruggen die erin zitten. Ja, dat is iets wat we eigenlijk niet opgelost krijgen en zeker niet met een likje verf. Die samenwerking hè, met zo'n ROC. Je hebt inmiddels uitgedokterd waar dat nou vandaan kwam. Hoe nu verder? Of is dat niet aan het Lingo College zelf? Moet dat op een ander vlak gebeuren, oftewel in de politiek? Ik geloof niet dat het of het een of het ander is. Daar ben ik sowieso niet zo van. Ik denk dat wat ik heb aangetroffen, want dat was jouw vraag daar straks, wat heb je aangetroffen? Dat ik in Tiel heb aangetroffen is de bereidheid om met elkaar tot een oplossing te komen. En als ik kijk naar de basis van die afspraken, ligt in 2016, daar zijn de overeenkomsten getekend. Daar is heel duidelijk ambitie uitgesproken om in een aantal fasen die huisvesting voor het VO op orde te krijgen. Die ambitie, die is heel mooi en die is actueler dan ooit volgens mij. Maar wat we tegelijkertijd zien is dat we allemaal weten dat in fase 3 de middelen die nodig zijn om de oude LTS op te knappen, dat die eigenlijk ontoereikend zijn. En dat maakt wel dat we moeten nadenken over andere oplossingen dan we tot nu toe hadden. En een van de oplossingen is een samenwerking met het MBO, met ROC Rivor. En ja, die wil ik van harte verkennen, want ik heb in het land zijn er wel spraakmakende voorbeelden van verbindingen tussen VMBO en MBO in die beroepskolom. En daar zie ik ook wel heel in en die zou ik in ieder geval willen onderzoeken. Want dat zou ons mogelijk dichter bij een oplossing brengen voor de oude LTS. Dus Lingo College staat daarvoor open. Ja. Welke rol kun jij daar verder in gaan spelen? Misschien niet kunnen gaan spelen, misschien speel ik die al wel, want de belangrijkste dossiers die ik heb aangetroffen, ik heb ze zojuist genoemd, en huisvesting heeft wel echt prioriteit. Inmiddels is voor RC Rivo ook de nieuwe bestuurder begonnen, dezelfde dag als dat ik gestart ben. Dus ook daar vers bloed? Daar ook vers bloed en daarin zit dezelfde bereidheid om na te denken over ontwikkelingen, onder andere op het veilingterrein. En die ambitie merk ik ook bij de gemeente. Dus de eerste gesprekken met de gemeente Tiel zijn hier ook over gegaan. Die bereidheid is er ook om dat te onderzoeken. Ja. Tiel heeft geen geld. Sterker nog, voorlopig is de boel nog even gedekt. Maar over een jaar of twee structureel echt te kort. Ja. Dus er moeten inderdaad andere bronnen gezocht worden. De lobby bijvoorbeeld naar een provincie, hoe zit dat? Nou, voor wat ik daarvan weet, in de eerste 4 weken heb ik heb in ieder geval begrepen dat die lobby actief gevoerd wordt. En dat ik ook merk dat daar beweging is. En ik heb ook het gevoel dat nog niet aan zijn einde is. Er zullen wel wat stappen gezet moeten worden nog. Maar voor zover ik weet heeft de provincie in ieder geval ook aangegeven dat zij welwillend staan tegenover een aantal ontwikkelingen in de gemeente Tiel. En ook het belang van die ontwikkeling zien en dat ook zouden willen ondersteunen. Het Lingo College is volop in beweging. Ja. Echt een transitie naar een moderne onderwijsinstelling. Een van de zaken is dus jouw aanstelling. Ja, je wilt ook zichtbaar zijn. Hoe gaan mensen dat merken? Ja, nou, dat is een hele goeie. Ja, onder andere door dit gesprek. Ja, precies. Ik zit hier. Volgens mij gaat zichtbaarheid niet over zichtbaarheid op één plek of op één niveau, maar op alle niveaus. Ik probeer ook een bestuurder te zijn die in ieder geval ook weet wat er in zijn huis zich afspeelt. Dus onderwijs is wat wij doen en daar wil ik ook van de hoed aan de rand weten. En ik heb ook afgelopen periode met veel plezier de groep 8 leerlingen uit het basisonderwijs zien binnenkomen en mocht daar zelf ook bij betrokken zijn. Terwijl ik niet wist hoe ik van locatie A naar locatie B moest komen in week 2. Maar dat is me door collega's goed uitgelegd welke routes ik moest lopen. Maar dan mocht ik zelf mee met de groep 8 kinderen. Ik heb de basisschoolleerkrachten kunnen ontmoeten. Ik heb mijn eigen organisatie in beweging kunnen zien. En dat was ook wel grappig om mee te maken. De ene collega is heel
blij verrast. En de andere vindt het toch nog wel wat spannend dat de bestuurder ook bij dit soort dingen meekomt. En zichtbaarheid. Koudwatervrees heb je altijd bij sommige mensen. Ja, onderwijs, dat is in het hele land een issue. Het moet anders, wordt er vaak geroepen. Het systeem zoals het was. Daar moeten we nog maar eens goed naar gaan kijken. Ja. Want de economie van nu en de maatschappij van nu vraagt ook iets heel anders. Hoe denkt u daarover? Ja, als je me daar echt op de man afvraagt, dan denk ik dat er sinds de invoering van de mammoetwet niet heel veel meer veranderd is. En dat je je kunt afvragen of net als het uitsterven van de mammoet dit systeem ook niet onderhevig moet zijn aan het uitsterven. Die wet is van 63 ontwikkeld en die is in 68 ingevoerd. Dan denk ik, ja, als we kijken naar onderwijs en de vraagstukken in onderwijs en de ambitie die we als Nederland hebben om een kenniseconomie te zijn en in de kennistop 10 van Europa te zitten, dan denk ik, ja, met de budgetten die we er op dit moment aan uitgeven, is het eigenlijk onbegonnen werk. We investeren te weinig in onderwijs. We hollen het beroep van docent op alle niveaus, in alle soorten onderwijs, hollen we uit. We vragen steeds meer en zijn steeds minder bereid daar ook de middelen tegen aan te zetten. Dus, wat kun je, als die middelen nou wel zo zijn, wat kun je dan meer doen of anders doen? Ja, ik vraag me af. Ik probeer het een beetje tastbaar te maken. Ja, nou, ik vraag me af of het over middelen gaat. Het gaat ook over vertrouwen. Als ik kijk naar de planlast voor docenten, dus wat er moet er voorbereid worden, wat moet er zeg maar in de verslaglegging achteraf, daar zit heel veel werk omheen wat niet één op één te maken heeft met het werken met jonge mensen. En daarin zijn we in de loop der jaren eigenlijk wel opgeschoven. We zijn steeds meer dingen gaan vragen en dat moet allemaal in dezelfde tijd. Dus als je mij vraagt wat de oplossing zou zijn, dan denk ik dat we het moeten aandurven om docenten dat vertrouwen terug te geven dat wat zij doen in orde is en dat we het wel controleren, want ik ben echt wel voor een duidelijke kwaliteitscontrole, maar dat we niet alles altijd hoeven te controleren. Dus ja, dat, juist gezegd. Ja. Ik zelf persoonlijk vind het woord borgen, want dat komt dan vaak tevoorschijn, vind ik verschrikkelijk. Ja. Niet omdat het niet moet gebeuren, maar daarmee zeg je de basis, ik vertrouw het niet. Nee, dat zou ik graag veranderen. Dus ik geloof niet dat geld voor alles de oplossing is. Geld helpt om het, om het gesmeerd te houden. Maar volgens mij zit het probleem veel dieper. En dat is dat we door allerlei zaken die er zijn gebeurd. Dus we hebben als sector ook wel een aantal dingen over onszelf afgeroepen. Maar dat vertrouwen, dat willen we wel terug. We willen wel het vertrouwen van en OCMW en van de onderwijsinspectie. En van de mensen die hun kinderen aan ons toevertrouwen. Dat vertrouwen, dat willen we terug. Dat moeten we terug en dat moeten we ook waarmaken door de jaren heen. Dus maar ik weet dat er leraren kijken naar dit programma. Die horen dit, moet als muziek in de oren klinken bij die mensen. Hoe gaan ze dat merken? De dingen die ik kan beïnvloeden, die zitten vooral binnen Lingencollege. Dus ik ben van mening dat als ik vertrouwen als uitgangspunt neem, dan heb ik het wel over verdiend vertrouwen. Want laten we wel wezen dat volgens mij vertrouwen wat zonder dat het verdiend wordt, weggegeven wordt, dat is niet zoveel. Maar ik zie op een heleboel fronten binnen Lingencollege zie ik echt mensen met overtuiging in het werk. Daar zou ik dat vertrouwen ook wel neer willen leggen. Het vertrouwen in dat we met elkaar op de goede weg zijn. En dan wat zij van merken is dat ik ook bereid ben om het hitteschild te zijn, bijvoorbeeld naar de onderwijsinspectie. En ook een aantal dingen uit te gaan leggen waarom wij op een aantal punten misschien wel helemaal niet compliant zijn naar de wensen van de inspectie. Maar dat we daar een hele goede reden voor hebben, die kunnen we ook uitleggen. En die reden zal altijd gaan over kwaliteit van onderwijs. Ja, die goede weg. Hoe ziet die eruit? Die moet je misschien even duiden. Welke de goede weg? Je zegt, we zijn onderweg, dynamisch. Ja. Je hebt net al iets aangegeven over onderwijs, hoe het zou moeten. Maar goed, stel ik ben ouder van een kind van nu 12. Ja. En er moet een beslissing gemaakt worden van waar gaat mijn kind naartoe? Buiten Tiel, kan ook. Ja. Maar waarom het Lingencollege? Nou, waarom het Lingencollege? Volgens mij twee redenen. Ik denk dat het voor kinderen belangrijk is in die leeftijd dat de sociale setting waarin ze opgroeien, dus de woonomgeving en de omgeving van school, dat zo dicht mogelijk bij elkaar moet zitten. De bewoners van Tiel hebben allemaal de keuze om hun kind in Tiel naar school te doen. Maar in een aantal gevallen gebeurt dat niet. Ik denk dat we daar... wel wat te doen hebben. En als ik kijk wat Lingencollege aanbiedt, dat betekent dat wij op ieder niveau, op ieder gewenst niveau van onderwijs in het VO, hebben wij aanbod. En wat wij
Wat we misschien wat nadrukkelijker mogen vertellen is dat wij, als je kind bij ons aanmeldt, op welk niveau dat ook is, zullen zorgen dat als er potentie voor groei is, dat we die groei zullen ondersteunen. Dat we zullen zorgen dat als er stappen gemaakt moeten worden binnen de verschillende soorten onderwijs, dat we dat ook zullen begeleiden. En een goed voorbeeld daarvan is dat we nadenken over hoe we met de brugklassen en de instroommomenten om willen gaan. En dat we daar een aanbod willen doen wat meer aansluit bij de vraag van de Tielse basisschool kindergroep 8. En ook aan de behoeften van ouders voorziet. Maar de essentie is, je hebt in Tiel alles in het voortgezet onderwijs wat je maar kunt wensen. En er zijn dus heel veel gemeenten die daar jaloers op zouden zijn. Dan denk ik, laten we met z'n allen ook zorgen dat dat succesvol is. Ja, Tiel heeft heel veel voorzieningen. En deze die moet in stand blijven. Ja. Dat staat buiten kijf. Ja, onderwijs is een basisbehoefte. Net zoals basisonderwijs moet blijven, het kan niet zo zijn dat we zonder kunnen, is ook het voortgezet onderwijs een basisbehoefte voor een gemeente. En we hebben een breed aanbod in huis en wij, Lingen College, doen ons uiterste best om dat brede aanbod te blijven handhaven. Maar daar hebben we wel ook de toestroom voor nodig van leerlingen. En daar kan wel het nodig in veranderen, denk ik. Nou goed, je bent vol enthousiasme begonnen zo'n dikke maand geleden. Over een half jaar zou ik je graag weer willen uitnodigen om te kijken hoe de status dan nu is. Hè? Want die verbouwing komt er ook aan op de Heiligenstraat. Ja. Dus er valt van alles te vertellen en van alles te vinden natuurlijk. Kan ik je daarvoor uitnodigen? Nou, van die uitnodiging maak ik graag gebruik. Dus zeker mag je me daarvoor uitnodigen. Ik zal graag weer aanschuiven. Maar mag ik jou dan ook uitnodigen om bij ons eens binnen te lopen en eens te kijken wat je aantreft. En met jou misschien wel de kijkers en onze potentiële nieuwe leerlingen om ons te vragen om samen dat Lingen College te komen ontdekken en eens met ons te kijken naar wat wij in huis hebben en wat wij te bieden hebben voor Tielse samenleving. Nou, daar ga ik graag op in. Mag ik je in ieder geval danken voor het gesprek. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.